U bent doorverwezen naar de klinisch geneticus door uw huisarts of behandelend arts, omdat er mogelijk een erfelijke aandoening speelt bij uzelf of in uw familie. Om te onderzoeken of er een erfelijke aandoening in de familie zit, kan deze arts voorstellen om DNA-onderzoek te laten doen. Dit is meestal een bloedonderzoek. Het bloed wordt opgestuurd naar het laboratorium. In het lab wordt uw DNA uit het bloed gehaald. In het DNA wordt vervolgens gezocht naar een afwijking. Er zijn verschillende soorten DNA-onderzoeken mogelijk. De arts bekijkt samen met u wat voor uw situatie de beste optie is. Om de verschillende onderzoeken goed te begrijpen, volgt nu eerst een korte uitleg over DNA. In iedere cel van je lichaam zitten chromosomen. Chromosomen zijn een soort strengen die bestaan uit DNA. Op de chromosomen zitten de genen. Een gen is dus een stukje DNA en dient als een code voor een bepaalde eigenschap. Zo bepalen genen hoe je eruit ziet, hoe je lichaam werkt en hoe je bent. Er zijn in totaal zo'n 20.000 genen die elk coderen voor een andere eigenschap. Een foutje in zo'n gen of chromosoom kan de oorzaak zijn van een aandoening of ziekte. In een SNP-array-onderzoek wordt er gekeken naar de chromosomen en de hoeveelheid DNA. Er kunnen namelijk kleine stukjes DNA van de chromosomen weg of dubbel zijn en dat kan problemen geven. Soms heeft de arts al een idee in welke bekende genen de oorzaak van die aandoening zou kunnen zitten. In dat geval wordt er gericht gezocht naar afwijkingen in een groep van specifieke genen. Dit noemen we een genpakket. Bij een WES-onderzoek, Whole Exome Sequencing, kan naar alle 20.000 genen worden gekeken. Krijgt een kind een WES-onderzoek, dan wordt meestal ook het DNA van de ouders onderzocht. Trio WES. Dit is om de genen van de ouders te kunnen vergelijken met de genen van het kind. Bij WGS, Whole Genome Sequencing, wordt behalve naar de genen ook naar het DNA tussen de genen gekeken. WGS wordt op dit moment vooral gedaan bij wetenschappelijk onderzoek. Als het DNA-onderzoek is afgerond, bespreekt de arts de resultaten met u. Er zijn verschillende uitslagen mogelijk na een DNA-onderzoek. Het kan zijn dat de oorzaak gevonden wordt, dat er geen oorzaak gevonden wordt of dat de uitslag onduidelijk is. Bij zo'n onduidelijke uitslag wordt er bijvoorbeeld wel een afwijking in het DNA gevonden, maar is het niet bekend of die afwijking ook de daadwerkelijke oorzaak is van de aandoening. Heel soms ontdekken ze bij DNA-onderzoek iets waar niet naar gezocht werd. Dit noemen we nevenbevindingen. Zo'n nevenbevinding is een DNA-afwijking die niet de oorzaak van de klachten is, maar die wel aanleg voor een andere ziekte aantoont. Bijvoorbeeld aanleg voor een hartaandoening of kanker. De kans op een nevenbevinding is klein. U bespreekt van tevoren met de arts in welke situatie u nevenbevindingen wel of juist niet wilt weten. Voor meer informatie kunt u terecht op erfelijkheid.nl of erasmusmc.nl/klinische genetica.